Welkom bij de 5.2 Indringers Biocast. Overal op je huid zitten ontzettend veel bacteriën. Je hebt altijd het idee dat dat slechte bacteriën zijn en dat die kwaad kunnen. Maar dit ligt wat anders. Want je hebt de blijvende huidflora. Dat zijn bacteriën die er juist voor zorgen dat er geen schadelijke bacteriën en virussen je huid binnen kunnen komen. En je hebt de tijdelijke huidflora en dat is wel bacteriën die je kwijt wil. En wanneer er nou een ziekteverwekker komt die indringt door de huid heen, dan heb je een infectie. En je kunt bacteriën bestrijden met een antiseptische en desinfecterende zeep. En ziekteverwekkers zijn er in drie smaken. Je hebt bacteriën, je hebt schimmels en je hebt virussen. En om nou te kijken hoe groot die zijn, het blauwe wat je ziet, dat is de punt van een naald. En het oranje-gele, dat zijn allemaal bacteriën. Onder de microscopen die wij op school hebben, kun je die bacteriën helemaal niet zien. En als je hier kijkt, dit is een virus. En hoe groot is nou de grootte van de virus in vergelijking tot een bacterie? Want een virus is nog weer veel kleiner. De grote vorm in het midden, dat is een bacterie. En die bacterie wordt aangevallen door allemaal virussen. En die virussen zie je daar rondomheen zitten. Dus die zijn nog weer een stuk kleiner. Jeugdpuisjes. De huid bij het haar met het talgkliertje. Een talgkliertje raakt verstopt. En wanneer daar bacteriën bij komen en het gaat ontsteken, dan krijg je een puisje. Dit is weer wat anders. Dit is zwemmerseczeem. Op plekken waar de huid dun is en waar het vochtig is, daar hebben die schimmels van de eczeem de meeste kans. Een vrat is een andere aandoening, een virus in de huid. En die zorgt voor dat bobbeltje cellen. Bacteriën kunnen binnenkomen in je lichaam op een aantal plekken. De neus, de mond, de urinebuis en de geslachtsorganen. Dat zijn plekken waar bacteriën je lichaam binnen kunt komen. Door de huid niet, als die in de goede vorm is. En de weerstand die bepaalt of dat het gebeurt. Als je een goede weerstand hebt, zul je niet zo snel ziek worden. Een donorverklaring is iets wat je kunt ondertekenen als je wilt dat na je dood organen ter beschikking worden gesteld van transplantatie. En zo vul je die in en je hebt vier keuzen. Je kan sowieso al je organen en weefsels beschikbaar stellen voor transplantatie. Later zal je zien dat je ook daar nog een keuze in kan maken. Keuze 2 is dat je ze niet beschikbaar stelt. Bij keuze 3 laat je het over aan je nabestaanden. En dat is vaak een moeilijke keuze natuurlijk. Want weet iedereen wel wat je wil. En keuze 4 is laat je het over aan een specifiek persoon. Je kunt ook nog kiezen om niet alle organen en weefsels ter beschikking te stellen, maar een keuze te maken. Dat is aan de achterkant. Dit was hem alweer, de 5.2 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.